De opkomst van het internet bracht een groot gevaar met zich mee. De criminelen die dit doen, noemen we hackers en het is moeilijk om ze op te sporen. Sommige hackers zijn zo bekwaam dat ze bankaccounts kunnen hacken. En dit is natuurlijk een grote bedreiging voor het normale volk. Gelukkig zijn ze bij lange na niet allemaal zo goed. De meeste komen niet verder dan het kraken van Minecraft-wachtwoorden en vormen daarom dan ook geen grote bedreiging, zolang je geen Minecraft speelt dan. Maar niet elke hacker of hackergroep is uit op het stelen van je geld. Nee, sommigen zetten zich namelijk juist in om criminaliteit te bestrijden. Anonymous, misschien wel de bekendste hackergroep, was zelfs in een oorlog verwikkeld met IS en maakte lijsten vol met, tot op dat moment nog onontdekte, jihadisten bekend. Ondanks dat dit in principe een goede daad is, is het wel tegen de wet. Hacken, of je nou een bankaccount hackt of een drugshandel openbaart, mag nou helemaal niet. En daarom adviseren we jou dat wereldje niet in te stappen. Hoe dan ook, hier zijn de top 10 grootste hackers. Veel kijkplezier! Over gevaarlijke hackers gesproken, van 2002 tot 2008 stal Astra data over wapentechnologie en verkocht dit door. Hij stal deze informatie van Groupe Dassault, een Frans bedrijf. En de schade bleek achteraf ergens tussen de 250 miljoen en de 350 miljoen te zitten. Je zal vast wel begrijpen dat Groupe Dassault vastberaden was de hackers te pakken. En daarom werd er een internationale jacht geopend op Astra. Astra verkocht de data aan minstens 250 mensen uit Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Zuid-Afrika en landen in het Midden-Oosten. Wie al deze kopers waren is niet publiekelijk bekendgemaakt, maar het valt wel te raden dat het geen lievertjes zullen zijn. Astra is overigens opgepakt toen hij werd opgespoord in zijn Atheense appartement. De persoon achter de naam bleek een 58-jarige wiskundige uit Griekenland te zijn en hij kreeg een gevangenisstraf van 6 jaar. Dat is natuurlijk vrij weinig aangezien hij belangrijke data had doorverkocht en daarmee een schade van in de honderden miljoenen had veroorzaakt. Wat de echte naam van Astra is, werd niet na de arrestatie van de hacker bekendgemaakt. En dit zal waarschijnlijk ook niet meer gaan gebeuren. Jonathan Joseph James, ook wel bekend onder de naam Comrade, was een Amerikaanse hacker. James brak in bij de NASA, het Pentagon, Bell South en de Defense Threat Reduction Agency, een afdeling van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het interessante hieraan is dat Comrade tijdens het plegen van al deze inbraken pas 15 jaar oud was. Dit liet zien dat een tiener 's werelds meest beveiligde netwerken kon binnendringen. James werd uiteindelijk in 2000 gearresteerd nadat agenten zijn huis binnenstormden en 6 maanden daarna werd hij terechtgesteld voor zijn misdaden. Hij had echter wel een deal gesloten met de Amerikaanse minister van Justitie, Guy Lewis, waardoor hij een lichtere straf zou krijgen. In 2007 kwam Jonathan James weer op de radar. De autoriteiten verdachten hem voor het meedoen aan de grootste identiteitsdiefstal in de geschiedenis van de VS. Hiervoor hadden ze eigenlijk geen echt bewijs. Het enige dat ze wisten was dat er een hacker met de initialen JJ bij betrokken was. Uiteindelijk hebben de agenten ook niks kunnen vinden. Maar dit gebrek aan vertrouwen raakte James echt. In 2008 pleegde hij namelijk zelfmoord omdat hij geen vertrouwen meer had in het rechtssysteem. Kevin Paulson is een Amerikaanse hacker die zijn leven omdraaide om mensen te helpen. De eerste grote hack van Paulson vond plaats in 1980. Hij nam toen alle telefoonlijnen over van het radiostation Kiss FM om er zo zeker van te zijn de 102e beller te zijn. Hierdoor zou hij een Porsche winnen. Uiteindelijk werd Paulson gearresteerd door de FBI en dit leverde hem een gevangenisstraf op. Ook luidde het oordeel dat de hacker na zijn vrijlating 3 jaar lang geen computer of internet mocht gebruiken. Na zijn vrijlating besloot Paulson zijn leven om te draaien en journalist te worden. Dit betekende echter niet dat hij zou stoppen met hacken, maar wel besloot hij zijn talent te gebruiken voor het goede. Zo zorgde Paulson ervoor dat zedendelinquent Andrew Lebrano werd opgepakt. Paulson had ook een aandeel in het opzetten van SecureDrop, een open source softwareplatform dat zorgt voor veilige communicatie tussen journalisten en hun bronnen. Wat zou je eigenlijk doen als je zo goed kon hacken? Laat het weten in de comments. Michael Kells is een Canadese hacker die zijn criminele misdaden beging onder de naam Mafia Boy. In het jaar 2000 stuurde hij verschillende denial of service aanvallen naar de service van onder andere Yahoo en Amazon. Een DOS-aanval zorgt voor een crash van een server. Kells was bij het plegen van deze misdaden pas 15 jaar oud en dit zorgde voor grote onrust in de wereld. Een tiener kon dus blijkbaar Yahoo, een van de grootste zoekmachines van dat moment, een uur lang neerhalen. Bill Clinton, de toenmalige president van Amerika, liet zelfs een cybersecurity top bijeenkomen.
De schade die de acties van Kells veroorzaakt hadden, werd geschat op 1,7 miljard Canadese dollar. En je kan dus vast wel begrijpen dat zo'n verlies slecht voor de economie is. Kells kreeg 6 maanden open bewaring als straf. Dit is een strafvorm waarbij de veroordeelde opgevangen wordt in een opvanghuis met de bedoeling hem of haar uiteindelijk terug te laten keren in de maatschappij. Hij kreeg ook een internetverbod van 5 jaar. Kells bleek achteraf spijt te hebben van wat hij had gedaan en momenteel helpt hij bedrijven met cybersecurity. Over deze Amerikaanse hacker is best weinig bekend vergeleken met de anderen in het lijstje. In 2006 werd Anjeta de eerste persoon die veroordeeld werd voor het infecteren en kapen van ongeveer 500.000 computers. Sommige hiervan waren militaire computers en dit zorgde er ook voor dat er een serieuze jacht op hem werd geopend. Uiteindelijk werd de hacker opgepakt en moest hij onder andere 60 maanden in de gevangenis doorbrengen. Anjeta heeft later verteld dat hij begon met het gebruiken van botnets na het ontdekken van de computerworm Araxbot, waarmee hij de computers kon infecteren. Dat de hacker toegang had tot heel veel persoonlijke en geheime informatie was niet het enige gevaarlijke aan hem. Anjeta had namelijk de mogelijkheid om met zijn netwerk van geïnfecteerde computers, wat een botnet heet, de servers van een megabedrijf zoals Yahoo neer te halen. Dit deed hij door een DDoS-aanval uit te voeren. Een aanval waarbij veel computers worden gebruikt om een server te laten crashen. Of Anjeta spijt heeft gehad van zijn acties is waarschijnlijk, maar niet bevestigd. Van deze hacker uit Wales werd gezegd dat hij bijna een derde wereldoorlog had veroorzaakt. Geen lievertje zou je dus kunnen zeggen. Onder zijn schuilnaam Koji brak hij onder andere in bij netwerken van de Amerikaanse overheid en zorgde op die manier voor veel ophef en onrust. Bevan deed dit omdat hij de UFO-complottheorie wou bewijzen. Blijkbaar heeft hij niks kunnen vinden, anders hadden we het wel te horen gekregen. Bevan had een moeilijke jeugd die naar de kant van het hacken duwde. Op school werd hij gepest en de virtuele wereld gaf hem de uitweg waar hij zo naar verlangde. Bevan werd op deze manier bekwaam in het hacken. En zo was hij betrokken bij verschillende hackincidenten rondom USAF, NASA en NATO-vestigingen. Hiervoor werd hij uiteindelijk ook gearresteerd. De Senaat van de Verenigde Staten had voor Bevans ontmaskering echter gedacht dat Koji van Oost-Europese afkomst was. Daarom liep de internationale spanning hoog op. Koji was samen met zijn vermoedelijke partner Richard Bryce ook verantwoordelijk voor het stelen van geheime militaire informatie uit Korea en het dumpen van deze info op het systeem van de Amerikaanse luchtmacht. Gelukkig bleek dit om Zuid-Koreaanse data te gaan, want anders zou Noord-Korea het hebben gezien als spionage. En dat had de start van de Derde Wereldoorlog kunnen betekenen. Albert Gonzalez is een Amerikaanse hacker en veroordeeld computercrimineel. Naar verluid was hij betrokken bij het stelen en verkopen van 170 miljoen creditcardgegevens. Dit deed hij over een periode van 2 jaar, namelijk 2005 tot 2007. Zijn acties staan bekend als de grootste fraude van dit soort. Gonzalez kocht zijn eerste computer toen hij 12 was en kon al op de leeftijd van 14 bij NASA inbreken. Op zijn school in Californië werd hij beschreven als de leider van de computernerds. De hacker werd van vele misdaden verdacht en pas in 2008 werd hij gearresteerd. De autoriteiten namen 1,6 miljoen dollar in beslag, waarvan 1,1 miljoen begraven was in de tuin van zijn ouders. Voor zijn arrestatie leefde Gonzalez als een koning met zijn enorme vermogen en zijn verblijf in luxe hotels. Gonzalez ging niet als enige de bak in. Ook zijn compagnons kregen een gevangenisstraf opgelegd. Met z'n allen hadden ze een flink aantal misdaden op hun naam staan, met Gonzalez als meesterfraudeur aan de top. Adrian Lemmo was een hacker en je kan het al raden, van Amerikaanse afkomst. De hacker werd ook wel de homeless hacker genoemd wegens zijn nomade leefstijl. Hij reisde namelijk van plaats naar plaats om bedrijven en andere instanties te helpen met het versterken van hun cyberbescherming. Dit klinkt allemaal heel onschuldig natuurlijk, maar het helpen van bedrijven was niet het enige waar Lemmo zich mee bezig hield. Hij hackte bijvoorbeeld ook het interne netwerk van de New York Times en, na een lang onderzoek van de FBI, resulteerde dit ook in zijn arrestatie. Hij werd veroordeeld tot 2 jaar lang proeftijd, waarvan 6 maanden huisarrest en een boete van $65.000. Lemmo heeft, net als Paulson trouwens, een groot aandeel in de Bradley Manning-zaak. Hij meldde namelijk aan de Amerikaanse militaire autoriteiten dat Manning geheime informatie aan het lekken was naar WikiLeaks. Lemmo had veel kritiek op hackers, en dan met name op de hackergroep Anonymous. Hij beweerde dat de groep helemaal niet zo onkwetsbaar was als werd gezegd, en dat hij niet achter de dingen stond die Anonymous deed. De hackerscommunity had een hekel gekregen aan Lemmo. De hackers on Planet Earth noemden hem een verklikker, en andere hackers bestempelden Lemmo's acties als verraad. Uiteindelijk stierf de 37-jarige Lemmo op 14 maart 2018.
En dit is waarschijnlijk de meest bekende in het rijtje. Anonymous is een internationale hackersgroep en heeft zijn bekendheid te danken aan verschillende aanvallen op websites van overheden, bedrijven en organisaties. De eerste echte daad van de groep was Operation Payback. Verschillende Bollywood-bedrijven hadden Airplex-software ingehuurd om DDoS-aanvallen uit te voeren op websites die niet reageerden op de berichten om bepaalde software weg te halen. Hackers van de groep reageerden op deze daad met een tegenaanval. Althans, dat was het plan. Een paar uur voordat de aanval gepland stond, was de website van Airplex-software al neergehaald. En dit was niet het werk van Anonymous. Hierdoor besloot de hackersgroep de aanval in te zetten op de websites van organisaties met een streng auteursrecht, advocatenkantoren en andere websites. Hun grootste virtuele oorlog begon in 2010, toen WikiLeaks onder druk kwam te staan voor het lekken van geheime informatie. Bedrijven zoals PayPal, Mastercard en Amazon besloten de klokkenluiderswebsite tegen te werken en hier was Anonymous niet blij mee. De groep viel al deze bedrijven aan en haalde hun netwerken en websites neer. In Nederland was Anonymous betrokken bij het opdoeken van de pedofiele vereniging Martijn. Ze maakten de e-mailadressen van gebruikers op het forum van de vereniging openbaar. En op nummer 1 staat Kevin Mitnick, een hacker met de schuilnaam Condor. Mitnick was al op zijn 12e geïnteresseerd in netwerken en het omzeilen van hun systemen. In zijn beginjaren deed hij daarom ook aan phonefraking, het manipuleren van telefoonsystemen om lange afstandskosten te vermijden. Condor is meerdere keren gearresteerd, in totaal tenminste 4 keer. In 1981 werd hij opgepakt voor het vernietigen van data, in 1983 voor een inbraak in het Pentagon, in 1988 voor het stelen van softwarecode en in 1995 voor het inbreken in computersystemen van de DORAD en de NSA. Naast deze misdaden is hij ook de schuldige achter meerdere inbraken in de netwerken van onder andere Dell, Compaq en Digital. Op het moment dat dit lukte, kopieerde hij ook de programmacode van de nieuwste applicaties om ze te bestuderen. Het interessante aan deze zaak is dat de hacker alleen werd veroordeeld voor het mobiel telefoneren op kosten van anderen en dus niet bijvoorbeeld op het inbreken bij het Pentagon. Voor het kopiëren van de programmacode werd hij zonder proces veroordeeld en aardig wat mensen en groepen zoals de Free Kevin-beweging vonden dit onrechtvaardig. De FBI vond Mitnick echter een groot gevaar voor de samenleving en daarom bleef hij opgesloten. In 2003 kwam hij vrij en momenteel werkt hij als adviseur in de beveiligingsbranche. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je hem leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!